Dan even op voorhand van mijn kant. Ik denk dat het goed is, Alex, dat jij jouw presentatie houdt. Ja. En dan kunnen we, denk ik, langzamerhand in de details afdalen als daar behoefte aan bestaat. En zoals gezegd, we mogen extra middelen verwachten voor jeugd. Hoeveel weten we niet, maar we mogen het verwachten. Maar tegelijkertijd weten we dat door achterblijvende bestedingen van het Rijk in het jaar 2018, dat de zogenaamde accressen ook weer neerwaarts zullen worden bijgesteld. En dat kan oplopen tot wellicht een miljoen euro in negatieve zin. Wij stellen voor aan de Raad om op basis van de voorjaarsnota de begroting ook te wijzigen. Zonder dat we al heel actief gaan met allerlei invullingen om dat gat dat ontstaan is in te vullen. Nou, aan de ene kant heb ik een heel positief gevoel bij. We zien uit de burgerpeilingen die elk jaar ook rondom de perspectiefnota gehouden worden, dat er een forse toename is in het vertrouwen vanuit de stad in ons gemeentebestuur. Niet alleen maar in het politieke bestuur, maar ook in de organisatie, de diensten die we leveren, de mate waarin mensen zich betrokken weten bij de dingen die wij doen. Dat neemt toe en daar doe je het uiteindelijk voor. Maar ook wel gematigd zorgelijk, bezorgd moet ik zeggen. Omdat dat de financiën van de gemeente, met name waar het gaat om de uitgaven in het sociaal domein. Ja, dat is gebeurd overal, maar dat gebeurt ook in Almelo. Die staan onder druk. Deze raadsperiode, de start van het nieuwe college. De ambitie om binnen de rijksmiddelen voor WMO en jeugd uit te komen. En dat levert een besparingsopgave van 7,5 miljoen euro. Waar valt nog iets te verbeteren volgens u? Nou, er valt denk ik veel verbeteren. We mogen ons, met alle blijdschap die we hebben, mogen we nooit wegkijken van nog steeds hele grote groepen in de stad die het moeilijk hebben. Die op afstand staan van werk en inkomen. Ik zei het net al even. Waar je je best voor moet doen om de sociale structuur en de economische structuur in de stad zo te maken dat het ook loont voor hun om zich te laten scholen en op te leiden en ook werk te gaan vinden. En tegelijkertijd moet je realiseren dat dat niet van de een op de andere dag gerealiseerd is. En dat je in de tussentijd, dat je ervoor zorgt dat er een vangnet is voor mensen om ook mee te kunnen blijven doen aan de Almeloze samenleving. Grosso modo komt het erop neer dat we ook in 2022 per saldo een investeringspakket hebben kunnen realiseren wat overeenkomt met de voornemens zoals die waren bij de start van de collegeperiode. De aanvulling, Alex, op die laatste sheet, wat we ook doen is we lossen allemaal werkvoorraad wat we nu nog nog niet gerealiseerd hebben in die openbare ruimte, die lossen we op de komende jaren. Dus. Wat merkt u persoonlijk als burgemeester over dat toegenomen vertrouwen in het bestuur? Nou, ik kom niet overal in de stad elke dag, maar ik probeer op veel plekken te komen, met veel mensen in gesprek te zijn, zowel ondernemers, maar ook mensen die op afstand staan van werk of inkomen. Ik spreek ook met mensen die jonge mensen zijn of oudere mensen zijn in de stad. En ik merk in de gesprekken die ik heb dat mensen een positief beeld hebben bij de toekomst. Bij het bedrijfsleven zie ik een waardering voor de inzet die het gemeentebestuur pleegt om bedrijven binnen te halen of bestaande bedrijven te faciliteren bij een uitbreiding. Bij de relaties die we hebben met het ROC, dus het ROC van Twente, het grote MBO-opleidingsinstituut. Ja, daar merk ik, zeker in de richting van onze gemeente Almelo, heel veel waardering voor de inzet die we doen om MBO-gerelateerde werkgelegenheid binnen te halen. Ja, dus het sprankelt een beetje in de stad. Ja. Om nog wat meer smoel te geven aan ons profiel als MBO-stad, dat we een MBO-award in het leven roepen.